Vertraging en problemen rondom projecten die Zeeland krijgt ter compensatie van de afgeblazen marinierskazerne. We praten wel over 140 FTE en 68 miljoen. Dat is een hoop geld. En verder in het nieuws vandaag. Flaporen herstellen zonder te snijden. En nieuwjaarsduiken vallen in het water. Goedenavond. De uitvoering van het compensatiepakket voor de marinierskazerne loopt nog niet op rolletjes. Dat staat in de voortgangsrapportage die vandaag is gepresenteerd over het compensatiepakket. Zo is het Delta Kenniscentrum op dit moment nog een zorgenkindje, hoewel het wel één van de belangrijkste onderdelen is van het compensatiepakket. Het Delta Kenniscentrum moet hier op de Vlissingse Kenniswerf krachten bundelen op het gebied van water, energie, voedsel en klimaatverandering. Maar de universiteiten in Utrecht en Wageningen, het University College Roosevelt en Maritiem Onderzoeksinstituut NIOS hebben zich teruggetrokken na vragen over geld en zeggenschap. Een bijpraatsessie voor Zeeuwse politici vorige week bood geen duidelijkheid. U bent niet gerustgesteld? Absoluut niet. We praten wel over 140 FTE en 68 miljoen. Dat is een hoop geld. De academische partijen buiten Zeeland zeggen, nou, wij doen wel mee, maar we kijken wel wat we eventueel bij kunnen dragen. En wat ons betreft moeten wij daar volle focus op houden om te zorgen, afspraak is afspraak, omdat dit een hele belangrijke bouwsteen is in het compensatiepakket. Siebe Rietstra kijkt namens Rijk en Zeeland of het compensatiepakket wel goed wordt uitgevoerd. In zijn voortgangsrapportage vandaag kondigt hij nu gesprekken aan met de universiteiten en het NIOS over hun terugtrekking. Er is geld voor het project voor de komende 10 jaar. Wat is dan het probleem? Ze hebben zorg over de lange termijn financiering. Vraag is, als je 10 jaar bezig bent, wat is het lange termijn perspectief? Dus voor de eerste 10 jaar is er geen enkel probleem. Rietstra benadrukt dat andere onderdelen van het compensatiepakket wel goed gaan. Zo rijdt vanaf maandag een snelle intercity vanuit Zeeland naar de Randstad. En ook de huisartsenopleiding in Zeeland komt van de grond. En bij mij in de studio wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen. Ja, binnen de gemeente één van de verantwoordelijken voor dat compensatiepakket. Zeker. Nu gaat u binnenkort aan tafel zitten met de universiteiten samen met Rijk en de provincie in een ultieme poging ze alsnog aan boord te krijgen? Nou, ultieme poging vind ik eerlijk gezegd wat overdreven. Universiteiten hebben ons een brief gestuurd waarin ze aangeven toch op een andere manier deel te willen gaan uitmaken van het hele consortium rondom het Delta Kenniscentrum. En dat is in elk geval voor ons als overheden wel een punt van zorg. Dus wat we eerst gaan doen is met de brievenschrijvers, de universiteit in gesprek te gaan. Ja, een struikelblok voor de universiteit is dat er eigenlijk maar voor 10 jaar geld is geregeld. Is daar nog iets aan te doen? Nou, daar moet nog van alles aan worden gedaan. Want dat is onderdeel van het onderzoek wat er nu loopt, hè, door de kwartiermakers die daarmee bezig zijn. De eerste 10 jaar is de financiering gegarandeerd vanuit de middelen vanuit de wind in de zijde, het compensatiepakket. En daarna zullen er ook extra andere financiers aan boord moeten stappen. En dat is inderdaad nog niet geregeld. Ja, het is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel voor Zeeland. Dus ja, waarom is daar nog niks aan gedaan eigenlijk? Nou, er is al heel veel aan gedaan. De middelen zijn beschikbaar, er zijn mensen mee aan de gang. Het is inderdaad heel belangrijk. Dat betekent ook dat het heel veel aandacht van ons heeft om te zorgen dat het op het juiste spoor blijft. Ja, nu nog een ander dingetje. De Law Delta met de streng beveiligde gevangenis, die rechtbank erbij, heeft ook vertraging opgelopen. Ja, het loopt allemaal niet echt soepel, hè? Nou, het meeste loopt gelukkig goed, maar u haalt er 2 dingen uit waar inderdaad aandacht voor nodig is. De term vertraging leidt bij ons tot allergie, kunt u zich voorstellen. Zo is het verhaal marinierskazerne ook ooit begonnen. Dat betekent dat we die allergie wel hebben gedeeld met het kabinet. Minister Dekker, de verantwoordelijk minister, heeft ook aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de vertraging absoluut niet leidt tot afstel. Misschien ten overvloed. Hè. De noodzaak van deze voorziening neemt alleen maar toe. Dus wij zijn wel gerust, maar we dringen wel bij het Rijk op aan inderdaad om waar nodig en waar mogelijk te versnellen. Ja, hoe gaat u voorkomen dat we straks Zeeland met handen vol met beloften staat, maar dat er vervolgens niks is geregeld? Nou, wij hebben periodiek overleg met het kabinet in de persoon van staatssecretaris Knops. Wij zitten aan tafel samen met de provincie, gemeente en het Rijk, zeer periodiek, om de voortgang met elkaar te bewaken. U heeft meneer Rietstra in beeld gehad, de topambtenaar in Den Haag, die dat ook ambtelijk volgt. En voor het weet heb je een nieuw kabinet natuurlijk. En denken zij, oh ja, Zeeland. Dus wij zullen ook dat proces in de gaten houden. U blijft bonken op de deur in Den Haag. Absoluut. Meneer de Jonge, dank u wel. Graag gedaan. Een 57-jarige man uit Oud-Vossemeer is door de rechtbank van Middelburg veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Hij verhuurde een schuur waar 2 jaar geleden een grote cocaïnewasserij is ontdekt. Een omgevallen boom zorgde ervoor dat het drugslab werd ontdekt. Een medewerker van het waterschap rook bij het opruimen van de boom een vreemde geur en belde de politie.
Die trof in de schuur de grote cocaïnewasserij aan. Meerdere nieuwjaarsduiken in Zeeland zijn gecanceld. De organisaties van de duiken in Vlissingen, Wemeldingen en Westerschouwen zeggen niet aan de voorwaarden van de gemeente te kunnen voldoen en blazen de boel af. Deelnemers zouden onderling afstand moeten houden en iedereen moet een QR-code hebben die dan vervolgens ook nog gecontroleerd moet worden. De organisatie van de nieuwjaarsduik in Breskens houdt voorlopig nog een slag om de arm en heeft geen beslissing genomen vooralsnog. De uitkijktoren in natuurgebied De Slikken van de Heen bij Sint-Philipsland is vernieuwd. De toren is een aantal meter verhoogd. Omdat de bestaande toren van 15 meter te kort werd, of tenminste, hij is niet korter geworden, maar de bomen zijn gegroeid. En daardoor keek je niet echt meer mooi over de bomen heen, dus nu is er 5 meter aan toegevoegd. De uitkijktoren werd in 2009 gebouwd, zodat bezoekers konden genieten van de natuur en het uitzicht, want hij staat op een bijzondere plaats. Je kijkt uit over Tolen. En Brabant, geloof ik. Hè? Zuid-Holland ook nog? Ja, Zuid-Holland kan je net zien liggen inderdaad. Dus je bent hier een beetje op een drie provinciepunt eigenlijk. Ja. En de toren is vanaf zaterdag weer open voor het publiek. 10% van de Zeeuwen heeft langlopende juridische problemen. In veel gevallen hebben betrokkenen het idee dat de procedures niet eerlijk verlopen. En om zulke mensen te helpen is de stichting Samen Recht Vinden opgericht. In 1 jaar tijd zijn er al 50 Zeeuwse zaken in behandeling genomen. Eén daarvan draait om de 38-jarige Ismaël. Jaren na een verkeersongeluk ligt hij nog steeds overhoop met zijn verzekeraar. 2014 ben ik in Middelburg met opzet aan en over gereden. En inmiddels is het 7 jaar verder en ben ik nog steeds aan het vechten met de tegenpartij, de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij van Ismaël wil namelijk geen aansprakelijkheid erkennen, omdat er iets vooraf ging aan het ongeluk. Ik werkte bij een poetsbedrijf. Ik heb ontslag genomen die dag. En ik ben op mijn scooter gestapt en ik wou naar huis rijden. En vervolgens ben ik dus aangereden. De werkgever zat in de auto en de bestuurder was een ex-collega van mij. Nou, de verzekeringsmaatschappij zegt dus, omdat ik de bestuurder ken en omdat wij eerder in de garage voorafgaand het ongeluk een discussie hebben gehad, ja, is het eigenlijk als het ware mijn schuld. Ismaël wordt 200 meter meegesleurd door de auto die hem aanrijdt en komt onder het voertuig terecht. De gevolgen zijn groot. Ik heb, zoals u kunt zien, littekens in mijn gezicht. Ik word binnenkort geopereerd aan mijn wang, omdat daar nog vuil zit van een asfalt. Ik heb een gebroken teen, mijn tanden die braken allemaal af, mijn heup, mijn rug. Dus ik heb best wel veel verwondingen, maar ik heb ook innerlijke schade. Ik leid ook aan PTSS, waardoor ik echt wekelijks naar de psycholoog moet. Ik slaap slecht. Omdat de verzekeringsmaatschappij geen aansprakelijkheid erkent, moet Ismaël de medische kosten zelf betalen. Die zijn opgelopen tot 20.000 euro en dat kan hij niet betalen. Hij krijgt nu hulp van Samen Recht Vinden. Die organisatie helpt Zeeuwen bij langdurige juridische procedures. Wat wij tot nu toe hebben gedaan is uitzoeken wat er nou precies gebeurd is. Gewoon wie reed waar en wie stond waar. Gewoon de toedracht. Wat is er nou precies gebeurd? En daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Als wij het beeld compleet hebben, dan willen wij kijken of de verzekeringsmaatschappij ook aan tafel wil. Maar we proberen vooral ook toe te werken naar een oplossing, een definitieve oplossing, waardoor iedereen daarna in ieder geval verder kan. Ja, wat ik hoop te bereiken is toch een stukje erkenning van de tegenpartij. En op zijn minst een gesprek. Ja, ik wil toch eigenlijk een punt zetten achter deze zaak, want het zit me toch dwars. En bij andere zaken waar de stichting Samen Recht Vinden mee aan de slag is gegaan, verloopt alles sneller en makkelijker. Deze zaak rond het ongeluk van Ismaël is de ingewikkeldste tot nu toe, zegt de stichting. Flaporen herstellen zonder pijn en zonder te snijden. Een privékliniek in Goes biedt sinds kort een nieuwe behandeling aan voor oorafwijkingen. Het moet worden uitgevoerd bij baby's in de eerste weken na de geboorte. Er is een nieuwe methode om afwijkingen aan de oorschelp te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan flaporen of een misvormd oor. Het komt uit Amerika en wordt sinds kort toegepast in een kliniek in Goes. Je moet er vroeg bij zijn. Dat voer je uit bij babytjes, liefst binnen de 2-3 weken. Na de 3 weken heeft het niet zoveel resultaat meer. In de eerste 3 weken na de geboorte is het kraakbeen van het oor nog erg soepel en kan de oorschelp makkelijk worden geplooid. De behandeling is niet chirurgisch. Er wordt dus niet gesneden.
Wat je doet is eigenlijk een soort plak, een kliksysteem. Dus je hebt een vormpje dat je rondom het oor plakt. En dan heb je er een soort kliksysteempje bij, waardoor je de oor als het ware wat recht zet en naar achteren kunt klikken. En daar gaat nog een schermpje overheen. Na 1 tot 2 maanden kan het systeem worden verwijderd en is het oor gevormd. In de kliniek in Goes verwacht men toch zeker 40 patiëntjes per jaar te kunnen behandelen. Ongeveer 1 op de 3 kinderen heeft een zeer kleine tot een grotere afwijking. En een kleine is bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld de plooi niet helemaal goed gevormd is, tot een grotere afwijking waar het echt een afstaand oor is, dat ze van het hoofd afkomen. De nieuwe behandeling kost €1500 en wordt niet vergoed door de verzekering. En aangeschoven is Kirsten Elenbaas, gespecialiseerd in vernieuwingen in de zorg. Is dit nou een voorbeeld van goede zorgvernieuwing? Ja, want bij goede zorgvernieuwing gaat het naar mijn idee vooral om het patiëntenbelang voorop te stellen. Wat ze hier heel goed doen. En wat ook mooi is meegenomen is natuurlijk dat het voor kostenvermindering of dat het tot kostenvermindering leidt. En dat is ook het geval met deze behandeling. Ja, we hoorden dat 1 op de 3 kinderen last heeft van een oorafwijking. In hoeverre is er nou sprake van een noodzaak bij deze behandeling of van een gecreëerde behoefte? Nou ja, kijk, noodzaak op het moment dat je natuurlijk kanker hebt, ja, dan is er veel meer noodzaak om echt chirurgisch geholpen te worden. Of überhaupt geholpen te worden. En bij deze behandeling gaat het vooral om psychische oorzaken. Hè? Of tenminste, dat je daarmee... Er wordt heel veel gepest bij flapoortjes. En door met zo'n behandeling kan je dat voorkomen. Ja, nu kost de behandeling €1500. Hij wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. En je moet ervoor naar een privékliniek. In hoeverre hebben we hier te sprake met de behandeling die misschien alleen voor de Happy Few is weggelegd? Wat het altijd is met zorgvernieuwing is dat de zorgverzekeraar er nog eerst de toegevoegde waarde ervan moet gaan inzien. Vandaar dat het nu nog niet verzekerd is. Terwijl het eigenlijk heel gek is, want een chirurgische ingreep op flapportjes is wel verzekerd. Dus de verwachting is natuurlijk dat dat hiermee ook gaat komen. Voor nu is het dus inderdaad dat je het zelf moet betalen. Wat zij bijvoorbeeld wel doen is dat ze dan het in termijnen kunnen laten betalen, waardoor toch meer mensen daar gebruik van kunnen maken. Kijk, om het toch wat toegankelijker te houden. Nu, tot slot, dit is dus een nieuwe behandeling. Maar de grote vraag, hoe komen ouders nu terecht bij deze behandeling? Ja, het is heel belangrijk, dat hoorde je net ook al, dat het in een heel vroeg stadium gebeurt. Dus echt binnen de eerste 3 weken na de geboorte. Het zal vooral vanuit verloskundigen, vanuit gynaecologen, huisartsen, bijvoorbeeld kraamverzorgsters moeten komen, dat ze daarop wijzen. Dus bij de artsen waar ze nu eigenlijk al onder behandeling staan? Ja, precies. Kirsten Elenbaas, dankjewel. Het was een redelijk mooie dag vandaag met zon, maar wel met een frisse wind en bewolking bij maximaal 7 graden. Morgen start verspreid met wat regen en veel bewolking. En mocht je de zon nou nog willen zien, dan maak je in de loop van de middag de meeste kans. Vrijdag dan staat regen centraal en in het weekend lijkt het erop dat opklaringen worden afgewisseld met een enkele bui. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een fijne avond.